Hallo allemaal en welkom bij een nieuw deel. Alexa, set timer 30 minutes. 30 minutes, starting now. Thank you. Nou, het was een productieve dagje in de vorige aflevering. Jeetje, Mino. Daarom was ik blij dat ik dat hulpje aan de bak had gezet. Want ik heb het terrein nog niet gedaan, want ik wilde eerst even dit wegwerken. Hey, waarom gaan we zwaaien nog steeds uit? Mensen, val me niet lastig. Oh, wacht, het kan mijn werkgever zijn. Ja, dat is ook iets waar ik met de tijd. Daar wil ik als eerste mee beginnen. Een stal en dan silo's. Ik zie daar een groene streep. Oh, hallo. Zal het daar zijn? Hier is geen optie om door te springen. Nee. Ah ja, misschien wel. Beetje off-road. Oh nee, ik werk. Nee. Ah, nou ben ik de weg kwijt. Waar ben ik? Ah, ik ga helemaal verkeerd, joh. Ook rijden. De map gaat zo weg hoor. Ik moet even. Krijg je als je niet oplet. Oh, rust. Hey, dat lijkt de kant van mij op. Ook zo'n brug. Geen die bruggetjes hier. Deze kant op. Dit hier. Nee, ik moet een stukje achteruit, moet ik de smalle lijn bij 37. Naar 38 volgen. Oh. Damn.
zo. Het is ook voor het eerst dat ik gewoon aflever bij wie ook, omdat ik nooit eerder. Ik heb alleen de delen die we tot nu toe hebben. Zo heb ik gespeeld. Dus ik weet nog wel op een lange na niet waar alles zit. Dus ik wil een aansluitpunt gaan komen. Ik heb nog steeds mijn video op je beeld niet op de andere kant gezet. Oh nee, dat kan ook niet. Oké. Even kijken. Nee. Sorry, even op vijf. Mijn 30ste kilometer per uur. Oh, 40, sorry. 50. Oh ja, deze gaat 50. Weer een te vroeg, man. Dan op elkaar. Ik ben ook heel slecht tom-tom lezen, want zodra ik hoor van die, bij de volgende over 200 meter rechtsaf en ik zie rechtsaf, dan ga ik ook meteen rechtsaf. Als ik Google Maps gebruik ook, ik moet altijd kijken. Wat ze kunnen wel zeggen. Fris produce. Bijna het verkeerde gepakt. Ik moet kijken, want dit kijk ik niet. Dan krijg je het uit. Nice. Je laat ook zien in welke kant je moet wezen. Dat is wel handig.
Nou, even kijken of we goed zitten. Ja, perfect. Oh, wacht even. Gewoon uit het van achteruit. Ja, toch? Ja. Zelfje open. Waarom heb ik geen informatie? Het is storten. Nou, kun je weer bekijken wat storten is. Lossen. Oké. Oh ja, onze eerste verkoop. Oh! Hey. Waarom doet hij het niet? Stukje achteruit. Wat is hier nou aan de hand? Nou, het giet hier ernaast. Zo, en er nou uit. Ah, moet je erin blijven zitten? Oh nee, hè. Hij kiept het aan de andere kant uit. In gevolg draaien. Dat werkt wel. 9.879 eurotjes verdiend. Kiek aan. Oh, ik heb wel weer aandacht. Kijk, dat hebben we toch weer even netjes verdiend. Ja, en dan gaan we. En dan gaan we weer naar huis. Kijken. Volgens mij muziek. Deze komt op een. Ja. Hé, hey, dat is leuk, zeg ik. Sorry. Nee, die krabbe naar de tafel. Dat mag niet. Ah, daar zit mijn verstralers. Oké. Vijfkomensboek. Ja, je bent een mooie kat, maar je bent niet doorzichtig.
met je staartsweeper. En stuurkopjes geven, ja. Maar dat betekent ook wel dat ik niks zie. Ik ben bang voor mijn eigen schaduw, ken je dit? Dit paaltje dat herken ik aan 1000, dan weet ik dat ik hierin moet. Dus geloof ik één rechte, nou ja, met de bocht mee en dan één rechte weg helemaal naar beneden en dan linksaf. Oftewel gewoon deze weg volgen. Je moet nou twee dingen tegelijk doen als je aanrijdt. Want je raakt de aandacht voor je het verkeer weg. In ieder geval is het niet mijn mobiel op elkaar. Enjoy nature. Yeah. Dit ken ik ook heel bekend. Daar is het bekende beruchte bruggetje waar ik overheen moet. Waar we altijd even gas terug moeten nemen, omdat we anders gelanceerd worden. En daar zie ik mijn voertuig alweer staan. Een beetje zorgen wat erin zit, laat ik er wel even in zitten. Ah, we hadden meteen even kunnen kijken of die stroombal, of die zandbal er nog lag. Ik zag namelijk in de video dat ik die terugkeek. Ook dat de achtergrond heel donker was bij mij, omdat ik het licht aan had gedaan. Hoe laat ik leven eigenlijk? Oh, wat voor. Bijna 1 uur. Maar ja, het is vrijdag. Dat beetje zorgen. Zal ik het erin laten zitten of zal ik het in de kast storten? Nee, ik denk beter dat ik het eruit eruit moet halen. Zal ik als eerste even een silo kopen? Want dan kan ik het in de silo gooien. Want er zit al 0,3% in, maar ik vind het zonde om weg te gooien. Boerse zuinigheid. Hey, zo. En de silo komt hier te staan. Met name een beetje geld, dus nu kunnen we het wel even kopen. Wauw. Silo's. Nee, gewoon het goedkoper. Niet genoeg geld? Wat heb ik? Oh, ik heb maar 20.000. Hoe kan ik nou maar 20.000 hebben? Ik moet even de video terugkijken, volgens mij had ik meer geld. Ik had al 92 van de dinges. Ik heb er niks gekocht. Nee. Dus een een bittere pil. Even kijken. Kan ik er niet in leger? Waarom? Ik wil weten waarom ik in die informatie niet zie. Wat is dat? Oh nee.
linksboven in het scherm. Oh, wacht, is dat toevallig? Ja, kijk, hé hé. Ah, het is maar 2%. Zo. Wat is het? 5:30. Gaan slapen. Ik weet niet hoe lang het duurt voordat dit soja klaar is. Ja, hij is nog aan het groeien. Ja, ik ga even één keer een nachtje slapen. Nee. Zien we de volgende dag wel weer hoe ver het is. Oh, ik heb dat griet gespoten. Nee, maar dat heb ik voordat ik dat zaad ging afleveren gedaan. Oh, mijn kat slaapt ook. Hey, 666 leenrente. Ah, heb ik wat geleend? Ach nee, dat is niet hier. Niet hier. Nee. Audi. Ja, het is die boer. Dat hulp niet. Oké, okay, hoe is het met het soja? Nog steeds aan het groeien. Mooi, dan kunnen we wel even gaan maaien. Heb ik een maaier? Nee. Allee, wat moet hiermee gebeuren? Niks. Het is alleen. Nou, dan kunnen we dat gaan ploegen. Een ploeg had ik toch? Ja, daar. Ik ga eerst even kijken naar mijn verloren zaad. Oh, dat was even een goede dag, dus dat ik heb. Jeetje, ja. Je komt er ook tot rust op het platteland. Het is niet te voor te stellen. Daar is de ploeg, die kijken wel van start te rijden. Even kijken, waar zit je aansluit? Nee, dat is gewoon rechtdoor. Hey, voor het eerst in één keer. Alright. Hey, mijn kat is wakker.
spikt hem op een grote tafel. Ja, maar waar zag ik, waar had ik hem ook alweer gezien? Nee, niet deze kant, de andere kant op. Ik moet even checken, sorry. Volgens mij was het bij 40. Ik ga de video even terugkijken dan. Ja, dat is het. Ik wil trouwens weten als je een beetje, of je nou echt gelanceerd bent als je keihard over die brug woont. Oh nee, niet aan het rijden, want dan zie ik misschien niet. Ik weet namelijk niet meer waar. Ja, sorry meneer. Ik ben op zoek naar het verloren iets. Volgers. Wow. Oh. Ah, weet je, waar was het nou? Hij lag in het gras. Maar niet heel overzichtelijk, dat weet ik ook nog. Dat lag een beetje in het gras. Dat was in die video dat ik zei van, hé, dat is een rare plek om te parkeren. Hij geeft het ook niet aan op de map. Normaal is het van, nou nee, zoals die dingen niet zijn. Kan ik er niet op rijden? Oh. Ja, hij is niet in first person. Ik zie het tegen de zijkant. Nee, niet. Even schoof bij een bocht. Ik had uit de bocht genomen. Ik dacht dat het spel me het weggehaald. Nee, ik moet de video even terugkijken. Ah, maar een keel. Ik krijg mijn naam weer. Ik ben het ziek geweest al. Dit veld. Dat laat ik er nog op doen. Als ik vast voor me hier zit. Geen veld gevonden. Misschien dat daar de vorige keer zit. Dat daarmee te maken. Dat daarmee te maken. Kom maar.
met jou. Oh, tijd is om weer op het gordel. Bedankt voor het kijken en ik hoop je in mijn volgende video te zien. Doei doei.